Ja, we beginnen eigenlijk altijd na de inwisseling, heel wat januari, februari. Nou, dan beginnen we al te bedenken. Je moet eerst maar mooie ideeën komen en dan een aantal ideeën weer uitwerken. En dan een soort van tekening met dan maken en uiteindelijk dan met de eerste toontje van september met een aansteen. Nou heb je hem man naar daar werken. En nu gaan we los. Nu zat het om. Je hebt ervaring in de eerste prijzen. En waarom is dat? Omdat je mooie, prachtige, mooie woning bouwt. Hey, omdat je, elke, alles wat op een woning staat, dat gaat ervoor. Dat loopt erin hemzelf. Dat wordt juist net ozer. Asterix en Obelix, die bouwen die toer. En je hem helpen. Sommigen die willen dat net. Die hele groep doen ze die ervoor, die heeft juist een wereld daar. Hebben we nog dan? Ja! We doen een missie Cleopatra en het speelt zich al in de woestijn. Dus dan kan je net een hele kleurrijke man verwachten. Het is al wat in zand en echt in de Asterix en Obelix sfeer. Heel veel oefenen. Vooral de doensjes, die zijn al een drie weken aan de gang. Drie keer in de week. En die ben ik druk aan het oefenen. De famke die had het helemaal betocht. Ja, voor sommige mannen is het eerst klein pittig. Maar we hebben er aardig in gekregen. En de oude week heb ik drie jongen oefenen bij de wijn. Ja, en dan met het alle keer met het inlijke pasje. En dat is best slag. Ongeveer 50 man rennen eromheen en die moeten wijn ik echt tot leven brengen. Dus dan, je ziet een wijn aan de voorkant, er gebeurt van alles. Asterix en Obelix rent erom, er is een tovenaar mooi, die het toverdrankje onbiert. Wij terug de bouwers, de paleisbouwer kennen, de binnen doensjes en al je figuranten. Dat is een heel spektakel. Hoe kan het dat je mooiste creëers bruin binnen? Ja, daar hebben we de hele week ook helemaal ik aan de gang. Ze zijn manja begin. Het is in een spraytan. Je dat. Dus de hele week heb je een mooi soort verflaagje krijgt dan op die. En dan intenties die is dan helemaal in de spraytan zetten. En dat moet er een paar dagen op zitten. Dus we hebben morgen op ons werk op een merk hebben we mooi bruin al je. We zijn net op vakantie geweest, dat vinden we net niet. Eten. We hadden totaal 40 jaar hier en 40 jaar 6 dagen in de week en we kregen een mogelijkheid om op te houden, dus we zijn die stap. Goedemorgen, Anke. Ah, wat leuk. Ja, ik ben vast door. Hartstikke bedankt. De koe erop. Ja, ik denk. Nou, mooi toch. Bedankt, Anke. Alsjeblieft.
En mooi, wat voor gevoel maak je al je laatste ronde nou? Nou, ik vind er niks van. Maar het maakt heel bord wennen. En we moeten dan zien of we vrije tijd wat invullen kunnen. Maar dat zou wel lukken. Zullen jou het zien op? Jawel. Ja, toch wel. Jawel. Het is vreemd. Goedemorgen, Ilke. Goedemorgen. Dit is de laatste dag, hè? Dat is vreemd, maar dat is helemaal niks. Even net blik mee. Ja. Alsjeblieft. Ja, fijn, dank u wel. Ik zal het op een stapel lezen. Ja, ja, dat vond ik goed. Halve 30 is het. Bedankt voor de boodschap. Ja. Best keer. Oké, doen we. Doe. Hoe vind je dat dat ze maar ermee ophoudt? Verschrikkelijk. 40 jaar lang had er hier kamer. Dat is net niks. Het viel altijd goed. En nu houden we niks meer in Soruzum. En dat is het minste. Hè? Ja, prachtige tijd. Schitterend mooi tijd. Met ups en downs en prodelal. En ik ga onderwijs wel petten in een lampen draaien bij klanten. Was me die pet er even in draaien bijvoorbeeld. En zo denk ik, nou, dat wordt weer een hoop. Maar dit wordt wel aankijken? Ja, dit wordt heel bord aankijken. Heel bord aankijken. Dag Koos. Hielke is net de enige die het met pensioen geeft. Nee, ik ben thuis altijd een drokdwaande aan het werk. En we hebben het 40 jaar te geren dien. En zonder dat we het net kennen. Dus we gaan beide mijn pensioen en hetzelfde mee. Ik hier los worden. Maar wie zorgt het wel. Maar nu zit je maar eens te geren thuis. Hoe komt dat? Ja, dan maken we erop uit. We maken de verhaal in. En geniet je. Dat lijkt het me het mooiste dag.